cadeautje gekregen van de ProRail. Ja. Ah, ik vind het wel heel netjes. Dat vind ik echt. Ik vind het wel leuk. Dus, ik ben heel erg blij dat ik vandaag wel weg kan. Want ik had de afspraak. En die kan vandaag gelukkig weer doorgaan. De meeste reizigers zijn er wel blij mee. Ze vinden toch, ze hebben toch wat last ondervonden vorige week natuurlijk. Dus je hoort veel positieve reacties, vooral van de mensen die zeggen nou leuk jullie dat dit nog even doen. Want ik moest toch de hele week of eerder vertrekken of veel met de bus en zo. Dus ik hoor veel positieve reacties. Ja, ze hadden op zich wel bussen, dus dat was niet eens zo slecht. Dus het had voor mij niet goed, maar ik vind het wel heel lief. Kijk, als je afhankelijk bent van de trein is wel heel vervelend. Maar ik heb begrepen dat... Dat die trein behoorlijk ontregeld was en ontspoord. Dus ja, dat heeft tijd nodig om weer gecorrigeerd te worden. En daar heb ik alle begrip voor. Het waren 5 intensieve dagen voor reizigers, voor omwonenden. En natuurlijk ook voor de mensen van Volkenrail en ProRail. Blij te zien, zoals hier ook, dat de treinen weer kunnen rijden.